Een bijzondere geboorte in de kerststal. En dan hebben we het dus niet over Jezus. In nieuwjaarsdag werd ik gebeld door de zus van de pastorie dat er twee lammetjes waren geboren. En binnen een half uurtje ging de tweede ook lammeren. Dus in korte tijd hadden wij vier lammetjes hier rondlopen. Ik zie er hier maar twee staan. Waar zijn de andere twee? Die anderen zijn mee naar de eigenaar thuis genomen, omdat die moeder de lammetjes afstoten. Vrede op aarde met de kerst, maar niet in de kerststal. Niet van de kerststal van de geit zelf. Het is niet de eerste keer dat er geitjes zijn geboren in de kerststal in Duizel. Voorgaande jaren werden er ook al drie geboren. Het is een vruchtbare streek hier. Vruchtbaar dorp. En die schattige lammetjes trekken veel bekijks. De grote vraag is natuurlijk, hoe heten ze? Jozef en Maria? Het is van allebei eentje. Dus het is een geit en een bokje. Dus. Maar hoe ze welke naam dat ze krijgen, weten we niet.